Dinsdag en ja, is het nou even vandaag dinsdag? Ja, het is dinsdag, jeetje. Ik vind dinsdag trouwens altijd een stomme dag van de week. Het is zo'n, ja, echt zo'n niksdag. Gewoon zo'n, we zijn nog lang niet voorbij deze weekdag. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik leef gewoon echt naar de weekend toe. Dus daarom vind ik dinsdag zo'n saaie dag. Maandag is dan op zich ook nog wel een prima dag, want dan heb je net weekend gehad of zo. En dan dinsdag is zo saai. Maar goed, ja, ik ga zo naar het zoveeljarig bestaan van de Cosmopolitan. En de Cosmopolitan is dus een tijdschrift en nu ook een online magazine. En ze bestaan zoveel jaar, dus ja, dat gaan we dan vieren in Club Puk, dacht ik. Geen idee, ik ben nog nooit geweest. Ik zit in de Jan Eversenstraat. En ik ben weer mijn haar aan het krullen. Gewoon met mijn normale krultang. Ja, dan vind ik mijn krullen eigenlijk toch wel het mooiste dan met die duizendsteltang. Wat ik vorige week heb uitgelegd. Ik ga gezellig met Jade. Die neem ik mee. Dan ga ik eerst even beide eten. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan eten. En dan ga ik haar haar krullen. Als we daar nog tijd voor hebben. Want ik ben natuurlijk weer laat. Het is al 5 uur en ik zal nu eigenlijk weggaan. Ik ga gezellig met Jade. Die neem ik mee. Dan ga ik eerst even beide eten. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan eten. Ja, echt. Oeh. Ik ga het wel een keer opruimen. Vandaag niet, morgen niet, volgende week ook niet. Misschien over een maand of zo. Nee, geintje. Maar ik moest natuurlijk net even kijken wat ik aan ging doen. Dus ja, dan ligt alles op mijn bed. En dan kom ik thuis en dan vind ik dat niet zo'n pret. Dan gooi ik alles op de grond. Ja, nou ja, Joan, hou je mond. Ik ben zomaar aan het rijmen ook. Ook een thema, dat is dus de jaren 80. Maar dat vind ik best wel lastig, want ik heb niet echt jaren 80 kleren. Maar ik zag dat er ook best wel veel leer werd gedragen. Dus ik dacht, kan je wat van leren? Dus ik ben helemaal in het leer. John is dus nu voor het eerst iemand anders haar aan het krullen. Ja, ik krijg even error. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hopelijk hou ik wat haar op mijn hoofd over. Ja, ja, dat is nog maar... Dat ik het aandurf eigenlijk, hè, met jou. Dat je het inderdaad aandurft. Ja. Als Claire dit ziet, die gaat jou echt wel gek verklaren. Ja, echt zo. Het is wel lekker warm. Dus ik ben benieuwd. Ja. Hopelijk straks een mooi eindresultaat. Kijk, ik heb een hele mooie krul voor jou gemaakt. Meid. Hele mooie krul voor jou in de aanzien. Oh ja, ik zie hem. Zie je? Ja. Maar dat gaat wel even duren hoor met jouw haar. Je kan dit, schat. Je kan het. Meid. Meid. Zo. Mooi hoor. Je hebt ook echt mooi haar ervoor. Ik heb een nieuwe roeping gevonden. Ik word kapster. Goed gelukt. Het is echt heel mooi. Oh my god. Althans, als jullie dit zien, dan is het natuurlijk geen goedemorgen. Misschien wel goede avond. Of misschien wel goedemorgen. Maar ja, ik voel me goed. Ik heb heerlijk geslapen. Ja, ik werd gewoon wakker met een positief gevoel. Nou, dat is toch fijn als je dat hebt. Niet dat ik dat eigenlijk nooit heb of zo. Maar nou, wilde ik gewoon even mededelen. Ik ga zo meteen naar Maris. En ze gaat mijn nagels dus weer even lekker doen. En ik denk dat ik, ja, voor welke kleur zal ik gaan? Ik denk dat ik gewoon voor een bruine tint ga. Omdat, ja, ik doe toch wel elke dag bruin aan. Dus het past toch wel bij me.
Ja, ik heb alvast mijn body warmer aan. Dat is echt mijn lievelings body warmer. En ik vind hem gewoon echt, ja, is gewoon echt heel mooi en leuk. En hij past. Hij past? Ja, hij past ook. Ik heb hem in mijn maat gekocht natuurlijk. Ja, ik heb even mijn haar in de staart, want ik moet eigenlijk mijn haar weer even wassen. Maar ik ga in de middag ga ik sporten, dus ik ga het daarna wel wassen. Ik zit nu even aan mijn shakey. Dat drink ik gewoon echt elke ochtend. Gewoon die shake die ik vorige week aan jullie heb laten zien. Mijn tattoo begint trouwens te vervellen. Kijk. Er komt helemaal zo'n velletje op. Ik heb hem niet eens ingesmeerd eigenlijk. Gewoon zo gelaten. Ik dacht, hij is zo klein. Ik heb hem opgemaakt zonder foundation. Dus ik heb alleen maar concealer hier gedaan. Hier zo en een beetje hier en een beetje hier. En eigenlijk gewoon ja, bronzer. Vooral mijn wangen en een beetje rouge. Ja, ik vind het dan een beetje zonde om dan nu ook foundation op te doen. Omdat ik toch ga sporten, dus het gaat er op een gegeven moment eraf. En vanavond moet ik toch weer vol in de make-up. Amie haar boeklancering heb en daarna de première van Niek. Die opnames waren in mei en het is nu pas uitgekomen op Prime Video. Dus als jullie mijn vlog zien, dan kunnen jullie de afleveringen van de Killer Camp kunnen jullie kijken op Prime Video, als jullie Prime Video hebben. Ik heb het trouwens niet eens, dus ik moet het eventjes aanschaffen. Maar ja, wel echt leuk, wel echt grappig om mijn mannetje even te zien in een programma. Ja, mij lijkt het ook wel weer leuk om mee te doen met een programma. Maar goed, ja, een liefdesprogramma, dat kan natuurlijk niet meer. En zeker geen Temptation, zeker niet. Niek en ik zijn wel gevraagd voor Tempa. Maar ik heb gewoon niet gereageerd. Ik dacht, ja, dag. Ik ben in mijn lievelingswinkel. In de Zara. En ik heb even deze voor Niek dus. Moet ik even deze verruilen. En ik heb hier een hele leuke bruine broek. Met een hele leuke top. Even kijken hoe dat bij elkaar staat. En dan heb ik hier ook nog een heel leuk setje. Deze denim top met zo'n cargo jeans. Fit number one. Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Alleen je ziet mijn BH onder. Dat vind ik dus minder leuk. Maar die broek vind ik ook wel echt heel cool. Dus ik denk dat ik die sowieso wel ga meenemen. Maar het staat wel leuk. Wel leuk voor een boeking of zo. Maar dit is raar. Nu mijn laatste fit. Deze broek aan. Met deze top. En ik vind het zo leuk staan. Ik zie mezelf al achter de draaitafel met het outfitje. Oh ja, en ik praat zacht omdat ik het awkward vind als mensen me horen. Even kijken. Dit is trouwens een maatje 34 broek. En dit is volgens mij een, ja, een S. Zo, ik ben weer thuis en kijk mijn nagels. Leuk hè? Lekker herfst. Een herfstijltje. Ja, ik heb trek, want ik heb trek. Ja, daarom ga ik weten wat ik heb trek. Ik ga denk ik even mijn salade weer maken, die ik vorige keer had gemaakt. Met feta kaas. Oh mijn god. Dan eet ik gewoon al voor de derde dag al feta kaas achter elkaar. Dat kan ook echt niet. Ja, ik weet het. Het is nog steeds niet opgeruimd. Het boeit me ook allemaal niet meer. Oh, maar ja, ik heb nog sla. En sla is goed tot 15. Dus is het vandaag. Oh, die sla is nog best wel 3 dagen goed. Ik heb eigenlijk zin om een broodje te eten. Ik heb helemaal geen zin om een salade te maken. Die duurt veel te lang. Lekker broodje met American filet carpaccio. Dat is echt mijn lievelings. Sarah was weer veel te leuk. Oh. Allemaal leuke herfstkleren. Alsof ik nog niet genoeg heb. Ik mag eigenlijk ook echt niks meer halen. Maar ja, ik heb dus over een paar weken toch weer 2 boekingen staan. Dus ik vind het wel belangrijk om
ja, eigenlijk vind ik het wel gewoon dan leuk om dan iets nieuws aan te doen. Want ja, er wordt natuurlijk ook weer content gemaakt van foto's, video's. Sorry. Ik vind het wel gewoon leuk als je dan even een leuk outfitje aan hebt. En met draaien, nou doe ik dat niet elk weekend, maar als ik draai, dan wil ik er altijd wel gewoon stoer uitzien. Je gaat niet met een jurkje draaien of zo. Dat vind ik dan zo raar. Ik ga nu even lekker een toast eten. En dan ga ik om 3:30 sporten. Ik ga eerst even... Ik vind het wel lekker om even met een staartje te lopen de hele dag. Leuk, hè? Nou, god. Oh, ik moet voor vanavond ook weer een outfit. En wat voor echt vervelend is, is dat het van Amier binnen is. En Vanique is half buiten en half binnen. En buiten is het gewoon kapot koud, want het wordt nu gewoon 10 graden buiten. Maar als je met zo'n dikke jas in het rondloopt, vind ik ook niet echt leuk. Maar goed, ik denk dat iedereen dat daar wel doet. Ja, ik moet nog even uitzoeken wat ik aan doe. Oké, okay, yes. Nou, ik heb me klaargemaakt. Ik ga dus nu naar Ambier, haar boeklancering. En ik heb een heel leuk shirtje ontvangen van... Alex de Label. Laat ik het ook onhandig zien. Ja, dus ik heb gewoon een t-shirt aan met een leren legging. En dan met deze laarzen van de Zara. En daarna heb ik dus de première van Nick's programma. En het thema is summer chic. Nou, nee, het thema is camping chic. Heel raar thema, dus wat moet je dan aan? Nou ja, ik vind dit dan op zich nog wel een camping ding. En ja, het is half binnen, half buiten. Dus ik heb maar gewoon een dikke trui aangetrokken. Ik vind het gezellig met iedereen. Ik vind het een ongelooflijk gezellige hoop met z'n allen hebben. Thomas? Ja? Je hebt best wel hard gestreden vandaag, hè? Ja, nou, ik denk dat het nog even duurt. Ja, duurt het nog even? Geen leg day van mij komende nee? tijd. Nee, die heb jij voor de komende maand wel gehad, volgens mij. Dankjewel. Ja. Ik dus even pauzeren. Het is vandaag vrijdag en ik heb me klaargemaakt voor de lunch. Ik ben uitgenodigd om te gaan lunchen bij Estée Lauder. Dat is zo'n cosmetica merk of make-up merk. En die lunch wordt gehouden in de Beethovenstraat. Dus even een outfit check, zoals altijd. Ik heb dit giletje aan van Olivia en Kate. Maar die heb ik van vorig jaar. De blouse van Refined Apartment. Leren shortje aan van... niet genoeg licht. Leren shortje aan van Oeboutique. Die heb ik nooit aangehad. En dan met mijn laars van de Zara. Ik wil het eigenlijk in de spiegel laten zien. Maar mijn kamer is zo'n troep. Omdat wij gisteren dus Pronk or Closet hebben gehad. Dus dan moest ik allemaal foto's maken in de spiegel. Wacht, zo valt het eigenlijk wel mee. Nou, ik ben best wel verbaasd over mezelf, hoe ik me heb gesteld. Ja, het is wel heel anders dan wat ik altijd draag, maar ja, het is dus lunch. Jongens, ik heb een huis gekocht. Ik geef jullie even een home tour. En zij startte daarmee in de garage van haar oom in Queens, New York. Ik kom terug van het evenement. Ik ga nu naar de auto. Ik heb ook een leuke hoodiebag gekregen. Hoi mam. Hi. Nou, wij lopen nu naar de pont. Gezellig, hè? En dan gaan we gezellig Amsterdam in. Ja. Gaan we naar de Rituals. En dan hebben we daar een lekkere massage in de stoel. Ja.
Lekker genieten. Even lekker genieten samen. Gelukkig is het ook droog. Nou, het scheelt echt. Het scheelt zeker. Een tijd geleden. Ja. Leuk zo. Moeder-dochter, moeder-dochter day. Mother-daughter day. We komen net van de rituals en vanuit eten en we komen naar H&M Home in en ze hebben allemaal kerstspullen. Mama moest naar binnen. Ik denk dat Claire deze echt leuk vindt. Ja. Ik ga deze voor Claire kopen. Dit is ook leuk. Ja, die is voor Niek. Klopt, die voor Niek. Ja, volgens mij is het nu al 6 uur, maar het wordt al best wel snel donker. Maar we hebben echt genoten net bij de rituals. Ja. En die bedden die je dus net zag, daar zit dus water in. En dat water komt dan omhoog of zo. En dat geeft dan dat hele massage effect. Ja, hydro jet. Ja. En mama die genoot er meer van, zoals jullie hebben gezien. Ja, ik viel bijna in slaap. Ja, vind je het gek met je gezicht afgescherpt? Heerlijk. Ja, en toen zijn we wat gaan eten. En het eten was ook echt super lekker. Dus als je daarna nog even wat wilt eten, dan moet je naar Roji. Roji of Roji? Ja, ik denk Roji. We denken Roji. Ja. Roeien met de riemen die je hebt. En het even bij de H&M Home geweest. Oh, hier. En een boek van rituals gehaald. Dus dat laat ik zo meteen ook wel even aan jullie zien. Cadeautje. Cadeautje. Ik zal jullie natuurlijk even laten zien wat ik van Estée Lauder. Of Laura, Lauder? Lauder. Wat ik van Estée Lauder. Estée Lauder, Estée. Nou, grapje. Ik laat even zien wat ik van Estée Lauder heb gehad. En wat ik heb gekocht bij de rituals. Oh ja, en ik heb een cadeautje voor Colin en Claire van H&M. Maar dat zijn gewoon kerstballen. Dus heel leuk kerstbal. Eén met een ijsje erop met allemaal gekkertjes. En de ander is een soort... notenkraker voor in de boom. Vond ik wel schattig. Oké, even kijken wat ik heb gekregen. Oh, nice. Ik heb een Advanced Night Repair Eye. Hier hebben ze het ook over gehad. En dit is dan speciaal voor je ogen. Estée Lauder heeft een crème ontwikkeld. Speciaal voor de ogen. Dat je minder snel wallen kan krijgen. En wij krijgen nu ook sneller wallen. Als wij er niks aan doen. Omdat wij gewoon gemiddeld 6 à 7 uur... beeldscherm maken, schermtijd op je telefoon of op je computer. Tegenwoordig is heel veel digitaal natuurlijk en dat geeft dan van die radicalen af of van die hoe zeg je dat? Weet je wat irritant? Als ik mijn vlog terugkijk, dan weet ik precies wat ik wilde zeggen. Dat geeft dan een bepaalde lichting af, zeg maar. Lichting, jezus. Stralingen. Wauw. Nou, dus dit is dan het potje. En die moet je dan onder je ogen smeren. Of in de puntjes van je ogen. Of daarna. En dan heb ik ook de Advanced Night Repair. Wel heel chill. Want die heb ik dus vorige week al binnen van hem gekregen. Dus nu heb ik een tweede. Deze. En het is wel heel fijn dat we echt heel veel informatie hebben gekregen over de producten. Dan weet je tenminste wat je opsmeert. Want volgens mij heb ik een aantal keer... aantal jaar geleden ook de Advanced Night Repair. Die heb ik echt maar heel weinig opgedaan. Omdat ik echt dacht van ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? En nu heb ik dus te horen gekregen dat je hierdoor minder snel lijntjes op je gezicht krijgt. Ja, het helpt dus tegen huidveroudering. Er zit ook een SPF in. Dus het beschermt ook gelijk. Oh nee, grapje, er zit geen SPF in. Nou, laten we dat even terzijde. In ieder geval, het is ook heel goed voor je huid om het overdag op te doen in plaats van alleen in de avond. Je make-up blijft er langer op zitten als je make-up draagt. Ja, er waren wel nog meer dingen hoor. Maar ik kan het natuurlijk niet onthouden, want het leek al een hoorcollege. Vroeger, toen ik nog op de HBO zat, had ik een hoorcollege. Nou, ik kon me nooit concentreren hoor.
Fast Repair Youth Generating Power. Nou, dit zat er dus ook nog in. Oh ja, en dan heb ik hier dat boek van Rituals. En ik zag deze dus liggen bij de kassa en ik vond het heel interessant. Vorige keer had ik al aangegeven dat ik een nieuw boek wilde lezen. Dus deze kwam zo op mijn pad. Ja, je kan nu even wel lezen wat erop staat. Dus ja, ik heb een heel fijn dagje gehad eigenlijk. Ja, een evenementje en daarna met mama lekker de stad in. Dus ja, ik ga nu even wat chills aandoen, denk ik. Even gewoon een trui. Nee, eigenlijk, nou, skip, ik laat het gewoon gedaan. Ik pak gewoon even wat lekkers en dan ga ik nu naar Claire. En dan gaan we even met Jamila en Sarah gaan even gezellig chillen en gewoon... Ja, gewoon een meidenavondje houden. Jam die heeft echt super lekkere cupcakes gemaakt. Je kan haar volgen op Jammy's Cupcakes. Ik doe het niet meer. Alleen voor special guests. Oké, okay, helaas. Maar die cupcakes, die cups, cupcakes zijn wel echt de beste. Hoi Saar. Good morning, het is vandaag zondag. Zaterdag. Wow, ik ben echt spierwit. Maar in ieder geval, ik heb lekker bij Glenn en Colin op de bank geslapen. Ik vind dat gezellig om hier te logeren. Wij gaan onze tanden wit maken met dit bitje. En het is van Colin. En ik heb Colin heel lief aangekeken. En Colin zei, jij mag alles. Ik ga je badkamer niet filmen. Mag ik alvast laten zien hoe het eruit ziet bij jou? Mag. Glenn en ik gaan allebei dus zo'n bitje in doen. Waar heb je het eigenlijk vandaan, Col? Dat is illegaal. Van je tandarts. Is het illegaal? Nee. Oh, is het duur? Weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Dat kan je niet vertellen. Wil je op de vlog? Nee, nu niet. Ik was om 8 uur thuis. Colin was om 8 uur thuis. Hij was wezen stappen. En ik lag hier op de bank. En ik hoorde hem binnenkomen. Ik ben zo dronken. Ik ging allemaal liedjes zingen. Nee hoor, nou, je belde je moeder. Ik deed in ieder geval alsof ik sliep. Want ik had geen zin om met Colin te praten. Nee, moeders. Hoe moet je dit doen dan? Ik heb een vette haren. Oh my god, dat is de eerste keer dat ik zoiets doe. Zij lijkt echt wit. Hm? Mijn tanden. Ik ga mijn haar een strakke staart doen. Dan zie je. Ja. Oh. Oh ja. En dit moet je gewoon laten. Je mag er niet op bijten, hè? Oh. Ik vind het ook wel een beetje vies om het te slikken. Oh, zo heb ik facings. Ja, dat zei ik. Ja, maar dat staat maar echt niet, facings. Oh, ik heb... Hagrid is dood. Ja, wist je dat niet? Hagrid is dood. Zijn twin is dood. Oh. Echt erg. Het ging mij voornamelijk om die hoektanden. Ja, nou, ik vind juist het minst wit altijd. Ah, ik vind het wel gelukt. Ook mijn ondertiefies. Het is vandaag zondag en ik heb me even klaargemaakt. Ik ga nu naar de voetbalwedstrijd van mijn vader. Gaan we daar even voetbal kijken. Ik wil jullie weer allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Doe een duimpje omhoog. Plaats even een leuke reactie onder en ik zie jullie morgen weer terug. Doei doei!